of ochtend of avond, wanneer je ook naar Fuck TV kijkt. Aflevering nummer 14. Te laat, jij. Ja, 14. Ja, ik dacht dat jij niet scherp was, maar ik was niet scherp. Nee, ik ben vandaag niet scherp. Gisteren ingebroken ben ik een beetje van de map. Dus Joris gaat vandaag... Alles weg, mensen. Alles weg, niks dus. Meer te halen bij die man. Niet meer komen, alsjeblieft. Dus volgens mij kan jij die vraag even beantwoorden. We hebben een hartstikke leuke vraag binnengekregen van collega Rita weer. Die staat bij stip op nummer 1. En die vraagt... Rita weet van geen ophouden. Nee. En dat vinden we mooi. Heel goed. Wat Rita zich afvraagt, zegt, wat is nu belangrijker? Verbale of non-verbale communicatie? Aan jou het woord even, Joris. Mooie vraag met een heel helder antwoord. Okay. Non-verbaal is belangrijker in de communicatie dan verbaal. Okay. Zoals we allemaal misschien wel weten, het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. En in dat hoe, daar zit heel veel dat non-verbale in. Ja. Er is best veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er komen echt scores uit dat, weet je, in het hele pakket van wat je meekrijgt in een bericht, als je met iemand praat bijvoorbeeld, dat de informatie van 90% wordt bepaald door de gebaartjes die je erbij maakt. Mm-hmm. Wat ik wel interessant vind om daaraan toe te voegen is dat het ook nog per cultuur verschillend is. Oh, leg uit. In westerse culturen zoals de onze is dat wat gezegd en geschreven wordt letterlijk nog wel belangrijker dan dat het bijvoorbeeld in het oosten is. Mm-hmm. We kennen allemaal wel dat voorbeeld van de Chinees die, moet ik het even goed zeggen, die ja zegt. Ja. Ja. Nee, maar vooral die ja zegt terwijl hij nee bedoelt. Ja. En je moet dan maar uit dat non-verbale communicatiepakketje wat hij meegeeft, zeg maar, moet je opmaken dat hij eigenlijk nee bedoelt. Je moet eigenlijk gaan lezen als het ware. Niet luisteren, maar gaan lezen bijna. Precies. Okay. China is wat we noemen een high context culture. Dat betekent dat die context van communicatie relatief belangrijk is ten opzichte van bijvoorbeeld het Westen, wat we low context culture noemen. En daar is de non-verbale communicatie die om een uiting heen zit relatief minder belangrijk. Maar voor de hele wereld geldt, non-verbaal is duidelijk belangrijker dan verbaal. Rita, duidelijk hoop ik. Anders moet je ons gewoon laten mailen of laten weten. Ik ben echt niet scherp vandaag. Nee. Sorry daarvoor. Nee. Volgende keer aflevering 15 is het weer helemaal, helemaal goed. Dankjewel voor het kijken. Heb je nu ook nog een vraag? Schroom niet, hè, mail het. Het mailadres komt hier. En abonneren hoeft niet eens meer. Weet je wat je beter kunt doen? Like alsjeblieft onze Facebookpagina. Welke is dat? Communicatie Tilburg is de Facebookpagina van onze opleiding. En dan krijg je alle mailtjes in je timeline voorbij. Of alle... Ik ben ook al niet scherp. Alle filmpjes. Oké. Dankjewel, hè. Doei, doei. Doei.